Welkom bij tectonicpuzzle.eu voor een nieuwe logische puzzel. We gaan nogmaals een zeeslagpuzzel oplossen. Ditmaal gaan we naar puzzel nummer 3. We starten met de gekende techniek de nul, waardoor we overal water hebben. Ja. Vervolgens zetten we water rond de aanwezige scheepsdelen. En waar mogelijk maken we de aanwezige scheepsdelen langer. Hier weten we nog niet hoe ver die zal reiken, dus voorlopig houden we op 2 stukken. Oké. Nu kijken we al of er bepaalde lijnen zijn die volledig zijn, zoals deze. Dus mogen we water plaatsen. Dit is... Ja, hier hebben we nog eentje. Zo, dit is het. De volgende stap is meestal het bekijken waar dat we de grote boten, de boot van 4 en de 2 van 3, kunnen plaatsen. Door bepaalde plaatsen te gaan uitsluiten. We zien al vlug dat de 4 zich hier ergens zal moeten bevinden, ofwel op deze horizontale lijn, ofwel hier. Goed. Dus ik ga ervan uit dat ik hier de 4 zal plaatsen. Ik doe het eventjes. En kijken of er nog ruimte is om 2 boten van 3 te plaatsen. Die ruimte is niet meer mogelijk, omdat ik dan hier 5 delen heb. Die ruimte hier ook niet meer, omdat ik daar ook aan 5 delen kom. Dus er schiet eigenlijk nog maar 1 ruimte over voor de 3 te plaatsen. Wat betekent dat deze positie niet kan voor de boot nummer 4. Dan hebben we nog eigenlijk ook nog, ik zie het nu nog, deze richting ook. Hè, dus gaan we eens kijken... hoe dat met deze andere twee gesteld is. Als ik dit doe, hier kan ik het al niet doen. Juist doen, dan kom ik er aan 5. Dus het eigenlijk, wat schiet er nog over? Deze en deze. Dan gaan we eventjes hier doen. Zo. De 3 hierboven zou nog lukken. Zie je, maar hier is er al de 1. En als ik hem hier ga plaatsen, dan kom ik daar met 3. Dus, na wat zoekwerk, blijkt dus dat boot nummer 4 maar op 1 plaats kan staan. En dat is hier. We kunnen water plaatsen. Zo. Nu gaan we ons focussen op de boten nummer 3. Wat blijft er nog over? Verticaal hebben we hier een optie. En horizontaal is dit de enige weg. Ik zal deze eventjes doen. Ik profiteer ervan om deze ook eventjes al te volledigen. 5. Water, water. Oké. Hier hebben we ook de 5 ondertussen. Water. De 2 gaan we zo eventjes nog oplossen. Want we weten, ja, we weten nog niet exact wat of hoe. Oké. De 3 moet zeker hier staan. Dus de middelste 2 stukken, daar zijn we zeker van.
Alleen het eindstuk weten we nog niet. Ofwel wordt dit het eindstuk, of dit, of dit, of dat. Hè. Dat is nog wat onzeker. Maar we hebben hier al twee stukken. Dus deze mogen we uitvinken. Hier moet ik er vier hebben. 1, 2. Dus wordt het toch de 3. Dit wordt een aparte boot. En onze. Joep. Onze 3 is er. We hebben er ondertussen 4. Dus we mogen dit ook water maken. En dit wordt ook een boot in 1 stuk. Hier 1. Hier hebben we nog 1 nodig. Dit kunnen we niet anders dan op deze manier oplossen, want we mogen er maar 2 hebben. Oké. 2, 1. Dit moet 2 worden. Ook op die manier. Yep. 1, 2, 3, 4, 5. We zijn er. Zo, de puzzel is opgelost. Hopelijk vonden jullie het leuk en kom weer terug voor nieuwe zeeslagpuzzels. Zijn er onvoldoende puzzels? Laat het mij weten en dan maak ik er nog wat bij.